en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is het Sam zijn verjaardag. Woehoe. Sam is vandaag 27 geworden. Ik heb versierd. Ik heb deze nacht, toen Sam al naar bed was, had ik de tafel hier al versierd. Omdat ik geen tijd meer had om alles op te hangen, want ik was te moe. Maar dan heb ik deze morgen alles opgehangen. Sam is werken, want spijtig genoeg moet hem werken op zijn verjaardag vandaag. Dus dat is wel spijtig, anders hadden we leuke dingen kunnen doen. Maar ja, we gaan straks wel eten, dus dat is ook wel fijn. En zijn ouders komen ook. En dan gaan we eigenlijk echt vieren in Amerika. We vertrekken vrijdag en dan gaan we zo één dag zijn verjaardagsdag doen in Amerika. Ik ga me nu klaarmaken, want ik moet naar de boekhouder en daarna naar kantoor. Dus dat ga ik nu doen. En ik neem jullie vandaag weer mee op pad. Ik ben aangekomen op kantoor en mijn pakket van Naked is er. Hoe groot is deze? Wauw. Ik kan niet wachten om dat te openen. Maar ik denk dat ik dat op Insta Story ga openen. Ik weet het nog niet. Ik ga nog even nadenken. Wij zitten ondertussen in de auto op weg naar de nagels. Want we gaan vandaag onze nagels laten doen. Het is nu niet zo lang geleden deze keer, hè? Nee, ik denk het niet. 3 weken? Zoiets. Zoiets, denk ik. Dus, maar ze zijn wel fel uitgegroeid, ja. Mijnen. Maar dat is ook wel met het weer, ja. Dat groeit zo wel harder met het weer. En ik denk dat ik voor een licht blauw ga. Ik weet het nog niet. En kort, denk ik ook. Maar we zullen het zelfs zien. Hier is hem dansen. The birthday boy. That's me, ja. En, how do you feel? Old. Nee, nee. Old? Ja. Nee, gewoon. Goed, hè? Ja, dat is goed. Wij gaan nu ergens naartoe. Ja. Sam weet het nog niet, maar het is niet zo speciaal, maar je zult het zelfs wel zien. En dat is mijn outfit. Mijn jurkje is van Naked. Dat is dat pakje wat ik daar straks heb ontvangen. Oei, er is een garage. Poort kapot. Ja, dat blijft hij altijd hangen. Oei. Dus dat is dat pakketje wat ik daar straks heb ontvangen. Dat is wel super cute. Ik heb ook een kortingscode hiervoor. Als jullie willen. Allee, niet hiervoor, maar gewoon voor op de site. Dus die zal ik onder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie die eventueel ook gebruiken. Oké, okay, let's go, hè. Oh. Allee, jong. Kijk, dit is toch een voetbalpleinke. Daar. Oh ja, onze auto. Wauw. We zitten in onze auto. In mijn zeer geliefde Mini Cooper, waar ik echt verliefd op ben ondertussen. Maar Sam wil zijn auto niet ruilen voor deze. Dus ja, ik heb pech. Maar we zijn aangekomen in de garage. En we hebben net nog een foto gemaakt met onze auto, met deze auto. Want er waren de Belgische vlag. Heb ik goed geparkeerd? Wel heel dicht, hè? Ah, maar ça va, ideaal. Ideaal, dat heb ik goed gedaan. En voetballerke. Was het leuk? Ja. Ja?
Wat een fijne verjaardag. Ja, tot nu toe wel. Tot nu toe? Ja, nog wat verwacht je nog? Wat verwacht je nog dat er gaat gebeuren? Ik wil een nachtrust. Oh. Alrighty, we're back home. Wat? Het ziet er ziek uit zo. Hoe? In de sauna geweest. In de Ibiza vlogs was ik het toch ook zo? Ja. Jawel. Het is gewoon grappig. Weirdo. Maar we gaan morgen verder vloggen. Want morgenavond hebben we feest van mijn oma, die wordt 80 jaar. Dus, yep, dus dat gaan we morgen nog vloggen. Dus wij zien jullie morgen. Slaapjes. Doei. Goedemorgen. Ik ben wakker. Ik ga naar kantoor vertrekken. Ik ga jullie niet meenemen naar kantoor, want ik ga het toch gewoon hetzelfde als altijd doen. Maar ik zie jullie straks als we terug zijn. Naar het feest van oma gaan. Ik heb veel water bij, want Sam is ook op kantoor en die stuurde al: kunt u water meebrengen? Want hij was het vergeten. Dus bij deze. Dit is mijn outfit. Mijn topje is van Totally Too. En mijn jeansrokje is van Naked. Wat ik ook gisteren had aangekregen. En mijn sletjes zijn van Totally Too ook. Hey, ons zij! Iedereen heeft iemand nodig! Oh! Kijk naar mij! Ik, jij, hij of zij, iedereen heeft iemand nodig. Ik moet zijn baan. Ik kan het niet op. Mij wat bier. Ik film even met mijn gsm. Het was zo'n hectische dag dat ik mijn camera helemaal niet meer mee had genomen. En dat ik niet meer thuis ben geraakt na kantoor en mij op kantoor iets anders heb moeten aandoen. En dan naar het feest ben gegaan. Ik denk ook niet dat ik iets op het feest heb gefilmd. Of één ding van mijn neef en mijn onkel die aan het zingen waren. Voor de rest niks. Het was echt zo'n hectische dag, amai. Ik zie ook echt zo geit uit. Maar ja. Maar even belangrijk. Het was de laatste keer dat ik met de Mini heb gereden vandaag. Ik mocht van Sam wel vandaag naar het werk met de Mini rijden. En van het werk naar het feest met de Mini rijden. Want we moesten apart rijden. Want Sam moest iets langer werken met Nick samen. Dus ja. Oh, ik wil niet dat de Mini weggaat. Hè. Maar ja. Het moet, hè. Sam krijgt morgen zijn chicken bak terug. En de Mini gaat weg. Wel even zien dat ik alles mee heb, dat ik niks hier achterlaat of zo. Maar dat zal wel lukken, zeker. Oh, ik ga hem echt missen. Het is echt een mooie auto. Ik was echt heel blij met de Mini. Maar ja. Dag, Mini. Dag. Wij zijn terug thuis. Ik ben zo moe. Het was echt een heel drukke dag. En zoals ik zei, was ik mijn camera vergeten. Hier. Oh, ik hang weer vol met kattenhaar. Good to be home. En wat gaat jij nog doen? Ik ga juist mijn papieren en klaarmaken nog. Voor de boekhouder. Ja. Ik ga boven denk ik een beetje opruimen. Want het is nodig. Wat? Good job, sorry. Ja. Ik wil het anders niet, maar ik ga een beetje opruimen. Misschien al een klein beetje mijn koffer maken. Want we hebben nog 2 dagen en dan vertrekken we. En we hebben eigenlijk nog 2 hele drukke dagen. Dus ja. Maar ik ga mijn best doen. On the wall inside my head, inside of me, holding all these thoughts. Oh, wow. Ik heb heel de dressing opgeruimd. Ik heb die 3 manden met was helemaal leeg gemaakt. Ik ben al scherp, denk ik. Kom aan, stel scherp. Dat is beter, denk ik. En het is hier echt om te stikken. Het is hier echt snikheet. Wel, maar mijn BH, dat hier zo heet is. En ik heb dit al klaargelegd voor op vakantie. Dat is
misschien wel veel. Ik weet niet als ik het allemaal ga meenemen. Ik moet nog eens even denken. Maar dit hoort er niet bij. Dat moet ik gewoon ophangen. Maar ja, ik weet het nog niet zeker. Ik moet nog even zien als ik dat allemaal ga meepakken. En ik ga ook nog een pakketje normaal aankrijgen van Shein. Als het op tijd is. Ik ben niet zeker. Ik zal zien. Want daar heb ik ook nog wel heel wat bikinis besteld. Dus dan kan ik die ook nog meenemen. Ik weet niet als het op tijd gaat zijn. Dat is altijd zo even wachten. Normaal gezien wel. Maar de kans zit erin dat het vrijdag komt. En vrijdag ben ik weg. Dus ja. Nu moet ik hier in de dressing nog een paar dingen opruimen. BH's en zo. Oh, amai. Het is echt zo snikheet. En ik kon zo precies maar niet. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ik heb precies gewoon zo de hele tijd geen lucht. En er is precies echt geen moment dat ik zo lucht kan nemen. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Maar het is gewoon zo heel benauwd. Oh. Ik heb zo precies geen frisse lucht de hele tijd. Mijn zakkleding. Oh god. Ik heb zoveel te veel spullen. Oké, I'm done. Ik heb alles zo goed als opgeruimd. Alleen nu moet ik deze valies nog doen. Van Frankrijk. Maar dan ben ik klaar. Oké, ik ga slapen. Sam gaat nog een beetje werken, denk ik. Maar ik ben super moe. Goed. Oké. Slaap wel iedereen. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.